Der Tod ist groß. Op zijn verjaardag, 10 oktober, was de première van het muziektheaterstuk Vals in Deventer. Want dat was zijn geboorteplaats. Zijn naam? Han van Meegeren. Van beroep meestervervalser. Specialisatie Vermeer. Voor mij is hij bekend geweest altijd vanwege het hertje. Dat zag ik niet bij ons, maar wel bij mijn vriendinnetjes thuis aan de muur toen ik klein was. En later begreep ik dat hij echt een hele grote meestervervalser was. Dus hij is eigenlijk meneer het hertje voor mij. En of ik in het Boymans hang. Ik hang er als Frans Hals. Als De Hoog. Als Vermeer. Roem en rijkdom was het streven van Vermeegeren. Goed bevriend met dichter Martin Beversluis. Ik denk dat ik moet een kleuter zijn geweest. Of heel jong. En er was iets op de radio. En ik denk dat dat over Vermeegeren ging. En ik weet dat mijn ouders iets tegen elkaar zeiden, waaruit ik begreep dat ze het hadden over een broer van mijn grootvader. In ieder geval een familielid, een oom. En dat ik daarna vroeg en dat het niet de bedoeling was dat ik daar verder aandacht aan zou besteden. Zij zwegen dat verder ook dood. En pas veel later heb ik begrepen, toen zat ik al op een middelbare school, dat ik dus een dichter ergens had die in de familie die Beversluis heette, maar waar je dan beter niet te veel naar kon vragen. Er zijn twee acteurs, twee zangeressen en één pianist. En de acteurs en de zangeressen die vervullen de rollen. De acteurs spelen Han en Martin. En de zangeressen spelen allebei een vrouw van Martin. Eén speelt de ex-vrouw en de ander speelt de op dat moment huidige vrouw. Die vrouwen die werken op Martin in. Ze willen allebei iets van hem. De één. De ex-vrouw wil dat hij haar helpt bij het verzet, speelt in de oorlog, zij zit in het verzet. Hij was vroeger ook communistisch en socialistisch, hij was van haar partij, heeft die verlaten, maar zij heeft hem nodig. Dat is de ene kant. En de andere kant is van zijn huidige vrouw, zijn jonge vrouw, Jo, die enorm naar hem opkijkt, die hem ophemelt, die wil dat hij dichter van het volk wordt. En die heel erg Duits georiënteerd is. Een overtuigd NSB'er is. En die twee werken op Martin in. En Martin is iemand die moeilijk kiest. Dus dat maakt het leuk. Dat maakt het theatraal. Kijk, hier, die tekening. Die ogen, die lijn. Wat zie je? Nou, hoe bedoel je? Nou, gewoon kijken. Eén woord. Mooi? Nee. Aan wat denk je? Eén woord. Spreek slechts één woord. Jo. Jou, jo. Twee woorden dan. Zeker ook, maar nu de stijl. Eén woord. Moet ik het eerlijk zeggen? Zijn wij niet altijd eerlijk tegen elkaar, Martien? Ja. Vermeer. Ah, interessant. Johannes Vermeer. Twee woorden dan. Van Meegeren. Van Meegeren? Vermeer. Wat ik interessant vind aan die Beversluis en aan die Van Meegeren is dat het mannen waren met ambitie, maar ze kregen niet de erkenning waar ze op uit waren. En dat vind ik wel iets wat je ook nu al om je heen ziet, of in ieder geval van leest in de krant. Met de baksen en de stapels en zo. Dat je niet zozeer alleen maar in dit geval om de kunst of in het geval van stapel en baks om de wetenschap gaat, maar om de positie die je daarin maatschappelijk bereikt. En om geld te verdienen, om gewoon persoonlijke verrijking. Als het daarover gaat, ja, dan ligt de weg naar vervalsing of frauderen ligt open.
En dat vind ik interessant, want dan denk ik, wat beweegt zo iemand dan? Hoe sterk moet dan die behoefte zijn aan erkenning? Moet je horen. Al ons weten is een arme schoof die zonder grond wat wederkeert zal schragen. Het weten als schoft, wat goed. Nee, schoof. Zo'n samengebonden bundel halmen. Al ons weten is een arme schoof. Mooi. Dank je. En heel grensverleggend ook. Iedereen heeft wel een idee over goed en kwaad. En dat het in de oorlog speelt, zet alleen maar de keuzes van de mannen op scherp. En ik ga niet zeggen dit is goed of fout. Ik probeer te kijken in de personages. Het zijn voor mij toneelpersonages. Dus ik probeer daarin te kijken van wat beweegt ze? Wat bepaalt hun keuze? Want ja, goed en kwaad, daar hebben we allemaal wel een beeld van. Maar wanneer doe je goed? En wanneer maak je goede keuze? En wanneer maak je een kwaaie keuze? Dat vind ik veel spannender. Wacht hier zu weinen, mitten in uw. Het muziektheaterstuk Vals is onder andere nog te zien in Almelo, Steenwijk, Rijzen en Zwolle.